Ik vroeg je, begin november was je hier. En toen vroeg je, van, wat was net te horen gekregen dat Pink naar Nederland kwam voor een optreden. Is het iets om met haar op het podium te staan? En toen zei jij dit. De vraag die iedereen bezighoudt nu is, probeer jij iets met haar te gaan doen tijdens dat concert? Wordt er contact gelegd? Ja, natuurlijk zijn we daarmee bezig. Het zou fantastisch zijn als daadwerkelijk dat zou gebeuren dat ik in het voorprogramma zou komen. Dat zou het hele cirkeltje rondmaken. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat dat de kans nihil is, omdat zij huge is. Kans is nihil, zei je. Ja. Heeft iemand nog geprobeerd om het toch voor elkaar te krijgen voor je? Ja, we zijn er heel druk mee bezig. Mojo, ik zit bij Mojo. En die hebben wel gewoon, gewoon alle kansen aangegrepen om haar te benaderen. En kijken van, weet je wel, is het mogelijk? Lukt het? En dat is gewoon afwachten nog steeds. Je hebt nog niks gehoord? Nog niks gehoord, nee. Dus het, het zou heel vet zijn, maar ja. Wil je het nog steeds? Natuurlijk, natuurlijk. Nee, dat is super, super vet. En dat zou heel, heel, ja, tuurlijk wil ik dat. Maar het is bijna te veel om te durven of zo, ja, te dromen. Oké, dan heb ik een kleine verrassing voor je. Ja, hier is ze. Dag. Wij hebben vandaag te horen gekregen van Mojo dat jij in het voorprogramma staat op 11 augustus op het Malieveld met Pink. Ze hebben vannacht, er is iemand hier van Mojo en die heeft vannacht te horen gekregen dat het management van Pink heeft gezegd, oké, let's do it. Geweldig. Zo, dus je staat er. Pink Floyd, hè? Ja, ja. Echt waar? Ja, dus ik vind het zo leuk omdat je op 2 november tegen ons hebt gezegd, de kans is nihil. En achter de schermen zijn dus allerlei mensen, ongetwijfeld ook de grote baas van Mojo, Leon Raamakers, die heeft pool, die heeft invloed. Dus je gaat het doen. Wat vind je ervan? Wow. Ik zei wat te trillen, jongen. Ik ben helemaal, bitch, get your shit together. Stop met huilen. Nee, wat vet. Ik ben, ik moet het echt even laten. Ja, wie zie ik wat? Nee, dit is, ja, wat is dit voor vraag? Ik vind het fantastisch. Okay. Ik vind het echt fantastisch. Ik ben even helemaal nog zo. Nou, wij ook. We vinden het net zo spannend voor jou. We wisten alleen niet, moeten we het nu zeggen, want jij wilde een nummer doen van John Legend. Lennon? John Legend? Ja, bijna. Ik word er net zo nerveus van. Ja. Maar toen hebben wij gevraagd, wil je niet toch nog, onzin reden, What About Us doen van Pink? En iedereen staat klaar voor je om het te doen. Zo. Je gaat me nu wel echt wat vragen. Ja, ik moet heel even. Even adem in. Adem in. Als jij langzaam naar het podium loopt.